De 10 kent een aantal onderschatte programma's en de bruiloft van is er zo één. In dit fragment een tip voor alle dames die willen trouwen en bang zijn dat hun aanstaande trouwdatum zal worden vergeten. De trouwdatum, dat 347, die heb ik dan gekozen vanwege mijn leeftijd, omdat ik 34 ben. Want we hadden eerst een andere datum, dat was 567, vanwege Jan. Want die wou dan een datum hebben, weet je, dat hij makkelijk kon onthouden. Ja, de aflevering van gisteren draaide om de mooiste dag van Jan en Rinette. En vanaf deze plaats willen we Jan geluk, maar vooral heel, heel veel geduld wensen. Hij moest er even aan wennen, weet je. Hij vond het maar raar. Ik zei van nee, zeg, dat is juist leuk. Want kijk, 3, 4, weet je, dat is 7. En 3 en 7, dat is 10, weet je. 4 en 7 is 11 en 10. En 11, weet je wel, dat is jouw verjaardag, weet je. En nou ja, 2003 kwamen we bij elkaar. 2004, weet je wel, zijn we een nieuwe stad begonnen. We zitten nu in 2007 en weet je, 4 kinderen. En we zijn nu al 3 jaar bij elkaar. En 4 maanden, weet je, het heeft gewoon van alles. Ja. Dit filmpje werd vandaag het meest bekeken op onze site www.vara.nl. Een Thaise... Gaat het, Harm? Geweldig! Een Thaise commercial voor een caloriearm vis in blikmerk. In een item over het automerk Ferrari in het RTL-nieuws maakt verslaggever Bart Hettema geen vrienden onder de genoteerden van de quote 500. Bij Ferrari denk je vaak aan mooie mannen, fotomodellen die in dit soort auto's rondrijden door de Toscane. Maar in Nederland is de werkelijkheid wel wat anders. Dan zijn het vaak toch een beetje de Viagra-klanten met een toepetje of van die hele foute vastgoedtypes. Ja, hij heeft wel gelijk. Hij heeft gelijk? Ja. Ja, oké. België is een tweetalig land en dan zou je verwachten dat de inwoners dat ook zijn. Kijk naar Jean-Marie Pfaff in de serie De Pfaffs. En dan zie je dat het niet zo is. Met chaussures? Oui. Chaussures. 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 Sandales. Sandales. Chandales. Chandales. Chaussures. Je dacht dat een chaussure wat in Engels was om rond dat broek te doen. Dat is een ceinture. Ah, dat is een ceinture. Hoe zei je dat in Frans? Ceinture. In het RTL-programma Who's Next wordt dit keer de ochtendkrant doorgenomen met onderneemster Annemarie van Gaal. Annemarie is financieel helemaal onderaan begonnen en dat houdt nederig. Yo, ik heb de eerste 10 jaar in Rusland, ik heb geen eens geld gehad voor een ticket terug, bij wijze van spreken. Nee. Maar je hebt wel een horloge van 7000 euro aan. Nou, dit, is dat zoveel? Bij Jensen is undercoverjournalist Alberto Stegeman te gast. Al snel komt het onderwerp dierenliefde ter sprake. En dan hebben we het hier niet over het favoriete konijn uit de jeugdjaren. Ik heb wel eens een filmpje gezien dan van een hond die dan een mens nam. Ja. En ja, dat moet dan toch gezegd worden. Wat is het? Wat is het? Het is ook gevaarlijk. Gevaarlijk voor de mens. Ja. Ik zal je dit thuis besparen, maar je moet je voorstellen dat met een hond dat doet, dan zwelt dat. En dan blijft dat erin zitten. Er zijn ook verhalen bekend van mannen die in het ziekenhuis zijn geweest daardoor. Ja, seks met dieren, een behoorlijk ranzig gespreksonderwerp, inderdaad mevrouw. Zeker voor de kijker die gezegend is met een beeldende fantasie. Gelukkig blijft Alberto een integer journalist die nooit de heersende normen en waarden uit het oog verliest. Kijk, en dat mensen dit doen met hun eigen honden, ja, met alle respect, maar ik vind dat dat nog wat anders is dan dat je mensen treft die het doen met andermans beesten. Daar lusten de honden geen brood van. Hier lusten de honden geen brood van. Nee. In het sportjournaal een item over bandstoten. Nou is biljarten visueel niet de meest boeiende sport. En is het vandaag ook nog eens secretaressendag. Misschien waren dat de redenen voor de verslaggever om zijn filmpje te verlevendigen met de volgende shots. De grote favoriet voor de titel uit Nederland, Jean-Paul de Bruin. Word je wereldkampioen? Als het even zou kunnen, graag. Het is eenvoudiger te volgen. Maar balstoot is zeer zeker nog een slecht contact. Goed. Waarom is er dan meer aandacht voor drie banden dan bandstoten, Dick? Mooi. Mooi, hè? In het filmpjesprogramma Levensgevaarlijk een naarfragment van een Thaise man die met zijn arm klem zit in een drukpers. Gelukkig is onze favoriete RTL voice-over er nog om met zijn onnavolgbare humor de pijnlijke beelden te relativeren. Zijn linkerhand en arm zitten vast in de machine.
45 pijnlijke minuten later wordt de man pas uit zijn hachelijke positie bevrijd. De pers wordt weer in elkaar gezet. Gelukkig bestaat er zoiets als persvrijheid en kunnen ze in het apparaat niks maken. Nou, die was voor mij zelf te flauw, hoor. Die was ook, ja, ja. Op de lokale Duitse zender Center TV, een variant op het aloude balletje. Een man heeft 3 plastic bekertjes neergezet en onder eentje ervan bevindt zich een spijker. De man beweert dat hij altijd weet onder welk bekertje het spijkertje zit en wil dat best op theatrale wijze laten zien. Maar was het dan niet aan de hand der becher gemaakt? Je kan het hier een beetje uitzoeken onder de vriend. Ik draai mich om, ik verdekke mijn ogen. Kennst du das, wenn man zwischen 2 Dingen alterniert und man weiß einfach nicht, für was man sich entscheiden soll? Ich glaube, dieser Becher ist sicher hier. Oh. Ja, das war's. De mensen die niet van supportershumor houden, kunnen nu even koffie gaan zetten. Voor de overgebleven kijkers het volgende spandoek tijdens de bekerwedstrijd Ajax-RKC. Het is dus als een hiel. En tot slot, Sapper de Flap. Vandaag werd bekend dat er een nieuwe Pipo-film gemaakt gaat worden. En daar tot slot, zet je er zelf niet in?